Goedemorgen, het is echt vroeg. Het is 8:15, dus dat betekent dat ik eigenlijk nog een kwartiertje te laat ben. Of 3 kwartier te vroeg voordat ik normaal zou beginnen. Ik ga naar mijn werk. En ik kan jullie nu op zich ook gewoon gaan vertellen wat ik doe, want ja, als het online komt, heb ik het al gedaan. Ik ga ontslag nemen naar mijn werk. En dat vind ik echt heel jammer. Ik doe dat echt niet omdat ik het niet helemaal zin had daar. Maar ik heb een nieuwe baan gekregen en toen is het bijna rond. En daar kan ik minder werken, of tenminste flexibeler indelen, dat kan ik zelf bepalen. Dus kan ik meer doen voor mijn blogs. Ja, dat is eigenlijk echt wat ik wil. Dus zo doen we eigenlijk dat ik vandaag moet gaan doen. Ik heb echt een ding met ontslag nemen. Ik hou er echt niet van. Ik moet eigenlijk altijd huilen. Ja, er is nu eigenlijk niet echt een reden om te huilen, alleen dat ik het heel jammer vind, omdat ik mijn baas heel aardig vind. Het is echt heel koud. Maar goed, ik vind het dus wel op zich heel jammer dat ik ontslag moet gaan nemen. Ik heb dat 1 keer eerder moeten doen bij een andere baan. En dat, ja, ik hou er gewoon echt niet van. Je moet zo gaan uitleggen waarom en bla bla. En ja, als je nou echt totaal geen persoonlijke baan hebt of je werkt echt in zo'n massa op het callcenter of zo, ja. Volgens mij kan je dan ook nog wel wat een mailtje doen of niet. Maar ik vind dat toch wel, ja, ik zou nooit nu naar mijn baas, wat ik nu heb, een mailtje kunnen sturen met hey, ik kom niet meer. Dat zou echt niet goed voelen. Dus we zijn onderweg. Ik ben benieuwd. En jullie horen vanmiddag hoe alles ging. En dan ga ik even kijken hoe ik alles ga fixen met mijn andere baan. Zo, ik ben klaar met werken en ik heb dus ontslag genomen. Dat vond ik echt kut om te doen. Ik hou er echt niet van. Het is niet leuk. Vooral omdat ik mijn baas echt onwijs aardig vind. Echt een van de aardigste mensen sowieso die ik ken. Dus dat was even vervelend, maar ik ga nu naar mijn nieuwe werk om daar mijn contract te tekenen. Dus ja, ik ben benieuwd. Mijn nieuwe baan is trouwens bij de Abercrombie & Fitch kledingzaak. En ja, daar kan ik gewoon iets flexibeler mijn werktijden inplannen. En ja, dat is echt wat ik gewoon nodig had op dit moment. Zodat ik iets meer tijd kan steken in bloggen en vloggen en dat soort dingen. Dus dan ja, kan ik gewoon wat flexibeler plannen. Punt. Met Rachel. En we ben in de Zara met Rachel en Antea. Dan vraag je af hè, wat ik doe. En ik heb mijn contract getekend bij de Abercrombie. Ja. Collega's. Ja, Antea werkt zo ook heel leuk. Antea laat me hier mooi zitten met haar kutzooi. Thanks, Antie. Even koffietje drinken met Antea en Nina. En we hebben weer lekker mooie hartjes in onze. Kijk die van ons en kijk die van Antea. Zo triest. Het is natuurlijk wel waar. Het werkt. Oké, hier is iets heel vet gebeurd. Jor, ik zei net, kijk uit je raam. En had een cadeau voor me. En echt, oh my god, ik wilde het echt al heel lang, dit cadeau. En het staat nu in de garage en ik ga jullie meenemen naar de garage. Dit is echt een dag van verandering. Ik heb een nieuwe baan. Ik heb mijn baan opgezegd. Die moet ik nog wel even afmaken. Contract getekend. En ik heb een life-changing cadeau gehad. For real, oké. Jullie gaan het allemaal zien. Can't wait. Hij staat hier op het hoekje. Oké, kijk mee. Doem, 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 doem. Kijk hoe leuk. En ik ga er nu een rondje op rijden, omdat ik het leuk vind. Oké, ik ben er echt mega blij mee. Ik vind het zo chill. Dan hoef ik gewoon nooit meer met de tram. Ik ging altijd of met Femke de scooter of met Fem achterop. Met zijn auto of whatever. En nu kan ik gewoon zelf overal heen. En ik vind het echt heel grappig. En ja, ik ben er blij mee. Dus het was een goede dag vandaag. Echt veel verandering. En ik hou echt van verandering af en toe. In mijn leven heb ik dat gewoon even nodig. Dus het was voor mij ook een lange dag. Ik ben de hele tijd alleen maar bezig geweest. 's Ochtends gewerkt.
Daarna contract getekend, daarna de stad in geweest. Daarna mijn brommertje gekregen. Dus ik ben eigenlijk heel de tijd bezig geweest. Dus ja, ik ben nu eindelijk thuis. En ik ga gewoon in mijn bed liggen en de vlog editen. En ik ben zo blij ermee. Ik ben echt happy vandaag. Dus ja, yeah, that's what I'm gonna do. Ik heb nog niet gegeten, het is al 9 uur. Dus ik heb nog wat kip liggen volgens mij. Dat ga ik dan maar even bakken ofzo. Ik heb geen zin om iets boeiends te doen. Het is 11 uur en ik heb nog steeds niet gegeten. Dus ik ga even snel wat eten maken. Ik heb trouwens vandaag voor het eerst een hartje in mijn cappuccino gekregen. Ik was er zo blij mee. Niet normaal. Maar ik ga eten, want ik wil ook slapen. En ik heb zo'n honger. Oké, niet echt een feestelijk ding. Appelmoes, kip en courgette. Yummy! Zo, ik heb weer gegeten. Ik zit fucking vol. Ik heb zoveel eten gemaakt. Kan niet meer. Want ja, zit je nog een PC huiswerk te maken. En het is 11:30, dus ik ga slapen. En ik ben blij met van vandaag, want ik heb een nieuwe baan, ik heb een nieuwe brommer, ik heb mijn eerste hartje in mijn cappuccino gekregen. Alleen winning! Maar leuke dingen. Winning, inderdaad. Nee, echt heel chill. Echt alleen maar leuke dingen vandaag. Behalve dat ik geen geld heb. Skin en tata zijn we weer. Begin van de maand. Nou ja, ben blij dat alles leuk was vandaag eigenlijk. Dus, ik ga slapen. Dus jullie morgen weer. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen voor deze video. Zou ik heel leuk vinden. Tot morgen. Doei doeg!